De onderdeeltjes moeten voorzichtig uit de plankjes worden gehaald. Het hulphoutje kan daarbij van pas komen en ook een onderlegger is handig. Sommige onderdelen moeten worden geschuurd en van was worden voorzien, zodat ze soepel kunnen bewegen. Belangrijk is ook om de beweging goed te controleren, zodat je zeker weet dat het functioneert. Er staan symbolen op de pagina's. In dit geval gaat het over schuren, gladmaken, bewerken met was. Het uitroepteken geeft aan dat je extra alert moet zijn op richting of manier van montage. Het molentje laat zien dat het soepel moet functioneren. Dit teken geeft aan dat de onderdelen strak tegen elkaar moeten komen. Dit betekent dat het gecontroleerd moet worden en dat je pas verder moet gaan als het goed functioneert. Af en toe moet er gemeten worden, in dit geval komt het behoorlijk precies. Op de juiste maat moet er worden geknipt. Er zijn ook een aantal reserveonderdeeltjes opgenomen op de plankjes. Het is aan te bevelen om ook vaak vooruit te kijken om te zien hoe onderdelen op een volgende pagina met elkaar worden verbonden of bij elkaar passen. De film volgt gewoon de handleiding, maar is wel een versnelde weergave. Veel succes met het bouwen. We beginnen op pagina 4 met de bodemplaat van de straaljager. We moeten wat onderdeeltjes aan elkaar worden geschoven. Even goed opletten op de kleine verschillen. Daar komen aan beide kanten stroken aan. Alles moet even keurig aansluiten. En dan kunnen de getekende zijkanten erop worden gezet. Er komen wat haakjes met wieltjes eraan. Moeten er twee van zijn. En dan moet er een ovaalachtig figuurtje aan de binnenkant in worden geduwd. En om daar het wieltje aan te verbinden is het handig om het hulphoutje te gebruiken om tegendruk te geven. Het ovale wieltje moet natuurlijk op de juiste manier geplaatst worden, zodat het wieltje één kant op kan draaien. Even stevig op zijn plek. En dan kunnen de wieltjes functioneren. Er moeten wat tussenstukjes in. Ook hier weer letten op de kleine verschillen. Op het middenstuk van de buik van de straaljager moeten een heel stel verbindingsstukjes worden gemonteerd. Even allemaal op de juiste manier en op de juiste plek. En dan komt daar een zijkantje. Ook hier weer verbindingsstukjes. En een plaatje wat er op de juiste manier in moet worden geschoven. Dan kan dat worden verbonden. En een van de onderdeeltjes moet daar kunnen schuiven. Wordt daar geborgd door een soort veertje. Ook hier komt een wiel met een standaardje.
Die kan dan worden ingeschoven en dan moet dat aansluiten op het schuifje. En kan het tweede afdekplaatje eroverheen. Met behulp van het schuifje wordt bepaald op welke manier het wiel dicht of open kan. De straaljager krijgt nog weer een aantal verbindingsstukjes. Een onderdeeltje van de cockpit. En aan de voorkant onderdelen die er straks voor gaan zorgen dat hij meer body krijgt. Nog een keer een onderdeel van de cockpit moet daar even goed binnendoor geschoven worden en goed aansluiten. Dan gaan we de afdekplaat van de cockpit maken. Goed op een plek. En dan moet daar voorzichtig de tandjes in het rondje worden geduwd. Even wat wrikken en proberen. En dan is het de bedoeling dat hij open en dicht kan. Voor de zijkant komt een vleugelonderdeel. Eerst de houder en dan het stukje vleugel. En het tweede deel dat kan daar aan de zijkant worden vastgemaakt, goed op een plek gebracht. Daar moet er natuurlijk voor de andere kant ook eentje komen. En ook die kan aan de zijkant worden vastgemaakt. Daar komt nog een lang verlengstuk aan. Moet even goed erin geschoven worden, zodat die helemaal doorschuift in de openingen. Tere onderdeeltjes. Dus met enig beleid op hun plek brengen. Aan de andere kant hetzelfde. Nu kan de grote vleugel daaraan worden verbonden. Even zoeken naar de juiste verbindingspuntjes. En dan kan het vastgemaakt worden aan de bodem. Hier zijn een heel stel verbindingsdingen. Dus echt even zoeken. En beetje bij beetje verbinden. Zorgen dat ze aansluiten. En als ze goed op hun plek zitten, allemaal stevig aanduwen. Voor de zijkant komen er nog wat plaatjes. Even op de juiste plek. En voorzichtig, maar wel stevig aanduwen, zodat de straaljager zo langzamerhand steeds meer body krijgt.
aan de achterkant. Even goed in het gaatje duwen. Bovenop nog twee plaatjes. En dan komen daar een aantal pennetjes in. Even letten op de stip, zodat ze op de juiste plek komen te zitten. En daar moeten aan de andere kant ook nog een paar van komen. Opnieuw een onderdeel van de vleugels. Weer een paar verbindingsstukjes en een soort scharniertje. Die komt daar onderaan de vleugel. Even goed stevig vastmaken. Aan de andere kant precies hetzelfde. Voor de staande onderdelen moeten ook wat scharniertjes worden gemaakt, zodat daar een flapje werkt. En dan kan die daar op de vleugel worden gezet. Ook hier aan de andere kant hetzelfde. Even de twee scharniertjes eraan en dan daar verbinden. En vervolgens op de straaljager zetten. Nog wat stukken aan. Kunnen er goed ingeschoven worden. Moeten we even helemaal doorgeschoven worden. Dat ze goed passen. En dan komen de flappen van de vleugels eraan. Dat is even lastig. Ze moeten daar in het gaatje vallen. In het verbindingsstukje. En aan de andere kant ook in een gaatje. En dan zijn twee handen eigenlijk net te weinig. Aan de andere kant hetzelfde. Scharniertje op de juiste plek verbinden met het oogje in het lijf van de straaljager. Andere verbindingspunt op de juiste plek en dan met het verbindingsnokje stevig aanduwen. En je ziet dat ook deze flappen dan functioneren. Een paar griezelige onderdelen. De bommen die daaronder moeten komen te hangen. In elkaar geschoven en dan komt er een ringetje omheen die een halve slag gedraaid moet worden. En dan kunnen ze daaronder de vleugel worden vastgeprikt.
Er zijn twee grote bogen die met elkaar moeten worden verbonden. Stevige verbinding. Even weer letten op de juiste richting van dat verbindingsstukje. En dan kunnen die achterin geschoven worden. Moeten even flink doorgeschoven worden. Even stukje bij beetje verder werken, net zolang tot ze goed op hun plek zitten. Een aantal knoopjes. In dit geval gaat het erom dat er een dubbele knoop wordt gelegd die ervoor zorgt dat het snoer niet door het gaatje heen zakt. En het is belangrijk dat het op de juiste afstand wordt geknoopt. Om het allemaal op zijn plek te houden, zorg ik voor wat borgmiddeltjes. Precies in het midden moet daar een pennetje komen. En daar komen wat ringetjes overheen. En aan de andere kant een tandwieltje, maar daarbij is het van belang dat je even op de juiste richting let. De stip geeft aan op welke manier die moet worden gemonteerd. Een schuifje met een tandwielsysteempje waarin het ringetje met de touwtjes komt. Die komt daar in een bodemplaatje, maar dat bodemplaatje moet er eerst wat verbindingsstukjes in. En bij een paar, deze twee, moet er ook een stukje elastiek tussendoor worden gedrukt, waardoor die stevigheid krijgt en niet meer wegglijdt. Nog een aantal verbindingsstukjes. Dan maken we een tandwielsysteem. Twee tandwielen aan elkaar, een grote en een kleine, met aan beide kanten ringetjes. En die ringetjes moeten natuurlijk goed geschuurd zijn, zodat ze soepel kunnen draaien. Een onderdeeltje van de schuif. Het schuifje kan erin gelegd worden en dan komt aan de andere kant ook een onderdeel met tandjes en daartussenin komt een tandwieltje. En nu is het even zoeken dat de streepjes tegenover elkaar zitten. Een plaatje eroverheen waar het schuifje in moet kunnen schuiven, het rondje in moet in kunnen draaien en ondertussen ook de nokjes nog stevig verbonden. Je ziet dat op deze manier dat kan draaien en bewegen met behulp van de lijntjes. Nog wat kleine verbindingsstukjes erop. Het schuifje op zijn juiste plek. En dan komen er weer wat verbindingsstukjes waarbij er twee zijn waar een elastiekje doorheen geduwd moet worden. Opnieuw
moet er geknoopt worden. In dit geval moet het een lusje worden. Er zijn verschillende manieren om een lus te maken. En aan de andere kant weer een dubbele knoop. Ook hier weer is het van belang om het op de juiste lengte te hebben. Het stukje met de dubbele knoop komt in het haak, in het gaatje met een rondje eroverheen. En ook hier weer een tandwiel. Tandwiel zorgt ervoor dat er straks wat kracht kan komen. Dan kun je het snoer wat strakker instellen. Deze komt ook weer in een rondje. Even goed zorgen dat de lijntjes op een plek liggen, zodat die vrij blijven. Voor die voorkant twee houdertjes. En dat kan daarvoor ingeschoven worden, waardoor het tandwiel daar wordt geborgd en als een soort rateltje werkt. Een voorplaatje. En er komt nog een verbindingstukje in het midden en dan kan het grote plaatje erop. Ook hier weer veel verbindingspunten. Zoeken naar dat ze aansluiten op de nokjes. En als er overal een klein beetje aansluiting is, stevig vastzetten. Er moet nog een afdekplaatje komen en dat buigt rond. Erg voorzichtig behandelen. En ondertussen moet je er wel voor zorgen dat het snoer daar op zijn juiste plek door het gaatje komt. Zodat het niet ergens klem komt te zitten of kwijtraakt. Aan de zijkant komt een boog, die moet er eerst in de gleufjes worden geschoven. En als die helemaal is doorgeschoven, dan pas sluit het aan op de nokjes. En die moeten dan stevig worden verbonden. Aan de andere kant komt net zo'n boog. Ook hier weer goed naar voren schuiven. De twee bogen moeten tegen elkaar komen. Er komt nogal wat kracht op. Eventueel een suggestie om het met een stukje snoer of iets dergelijks aan elkaar te binden. Zodat er niet te gek veel kracht op deze boogjes komt. Als decoratie komt er nog een klein straaljagertje aan de zijkant. Een afdekplaatje, even zoeken naar de verbindingspunten en heel voorzichtig aanduwen, dus erg teer materiaal dat dunne hout. Tweede stukje erop, ook hier weer zoeken en stevig aanduwen.
En dan mogen we nog een keer gaan knopen. Dat is een stukje wat slechts 5 centimeter lang moet zijn. En het is een kunst om dat op de juiste lengte geknoopt te krijgen. Het komt aardig precies. Dus even de tijd nemen om het op de juiste maat geknoopt te krijgen. Nu mag het in elkaar gestoken worden. Ik ben begonnen met de zijkanten. Dat moet daar door de vleugel en dan in het gleufje geschoven worden en aangetrokken. Aan de andere zijkant hetzelfde. Het stukje van 5 centimeter onderaan de straaljager en aan de houder. Ik heb daar nog niet geknipt, zodat er nog wat makkelijker mee te manipuleren is. Dan komt hij aan de voorkant op de juiste plek en dan zitten de touwtjes wel goed. En dan kan die met behulp van het sleuteltje worden strak gedraaid. Waardoor het op spanning staat en mooi komt te staan. Door de schuif gaat de straaljager naar links, naar rechts. Door hem vooraan te draaien komt er spanning op de voorste draad, maar je kunt ook ervoor kiezen om de achterste draden wat meer spanning te geven en voor wat te lossen, waardoor de houding van de straaljager iets steiler of juist iets vlakker wordt. Er zijn veel bewegende onderdelen. De cockpit, het wiel, de flapjes. En natuurlijk de schuif die zorgt voor de beweging. Een prachtig model dat er prachtig uitziet en een mooi beeld geeft van de straaljager. Ik hoop dat het allemaal is gelukt en je tevreden bent over het bouwwerk.